We staan hier vanavond op het Stationsplein in Voorburg. Hier is een speciaal terras ingericht vanwege de coronamaatregelen, dat men niet in cafés kon komen. En live muziek al helemaal niet. Dus hebben ze er iets op gevonden. En hier onder het viaduct vanwege de regen dan, en speelt Wouter Kiers hier op de achtergrond. Op deze weliswaar frisse avond, maar wel een heugelijk feit dat er toch nog iets kon gebeuren op het live muziekgebied. Rico Houtman. We gaan vanavond allereerst de optreden hier op het plein beleven. Wil je vertellen hoe dat tot stand is gekomen? Ja, hi. Eigenlijk is het de tweede optreden, want gisteren hebben we natuurlijk ook al een optreden gehad. Maar vanavond de tweede optreden, morgen de derde optreden overigens. Het is tot stand gekomen door een initiatief vanuit de gemeente Leidschendam-Voorburg. Zij dachten van, denk eens na over een pop-up terras in verband met de verruimingen van de terrasregels, in verband met corona. En zo is het geschied. We hebben de vergunning aangevraagd en zie je hier het Huygenspaviljoen. Wie kunnen we zoal verwachten hier op het plein? Nou, we zijn heel druk bezig met nog een programmering. Dit is ons eerste weekend, het openingsweekend. Dus we weten nog niet precies wie en wat. Maar vandaag hebben we Wouter Kiers en morgen hebben we de Trouble Boys. Dat staat. Normaal hadden we dit weekend Voorburg Jazz Culinair gehad. In het oude centrum hier, zo in het Huygenskwartier. Helaas ging het niet door. Elk nadeel heeft zijn voordeel, zeggen ze wel eens. Hier is een groot terras geopend gisteren. En we wilden daar ook live muziek hebben. Ik denk, nou, wat is leuker dan een bekende jazzartiest te vragen, Wouter Kiers, om hier vanavond te openen. Helaas is het weer wat minder, maar ik denk dat het even goed hartstikke leuk wordt dadelijk. Ik had een beetje mijn eigen verslapen en toen ben ik vergeten mijn pruik op te zetten. Dus nee, alle onzin. 23 jaar was ik het zat. En eigenlijk door dat hele corona gedoe, kappers gesloten. En toen dacht ik van nou, dit is het moment gewoon. En zie hier het resultaat. Met deze band hebben we af en toe wel wat gedaan. Met dit kleine triootje, zodat er weinig spullen en weinig gedoe. En je kan... een beetje uit elkaar zitten en je hebt, weet je wel, maar echt grote bandoptredens heb ik niet gedaan nog. Nee. Door dat hele corona gedoe, we hadden een hele rits optredens, allemaal te gekke dingen. Ik dacht dat is perfect om onze geheime nieuwe gitarist in te werken. Dus eigenlijk de Wouter Kiers band ligt op dit moment in de ijskast. Zo kan je het stellen en pas als alles weer een beetje normaal is, dan gaan we gewoon weer knallen. Ik ben Eddie Knopjes, restaurant Pepermoen. Wij zijn hier op het Stationsplein in Voorburg. Op een moment onder het viaduct vanwege het slechte weer, maar we hebben een super gaaf concert. Dat hoort er ook bij. Het Stationsplein, daar hoort af en toe een trein bij. Maar we hebben een super mooi terras gerealiseerd hier op het plein. Mede dankzij de gemeente. En we hopen er echt een knallend succes van te maken dit jaar. Ja, de bedoeling is, we hebben nu een vergunning gekregen tot 1 november. Dat is een uitbreiding van onze terrasvergunning. Maar wij hopen uiteindelijk dat we hierop kunnen voortborduren en dat we komende seizoenen hier gewoon mogen staan. De gemeente was er snel bij, want de gemeente heeft alle ondernemers benaderd met de vraag van joh, verzin wat leuks. En wij regelen het eigenlijk. Als er geen bezwaren zijn, vinden wij het prima. Dus ja, wij hebben dit plan ingediend en kregen er eigenlijk gelijk akkoord op. Dus ja, dat hebben ze snel gedaan. Morgen spelen hier de Trouble Boys. We hopen dat er dan weer net zoveel mensen komen kijken naar dit alternatief voor Jazz Culinair Voorburg. Achter mij speelt Wouter Kiers voorlopig nog even door. Het is hier al heel erg gezellig op het Stationsplein hier in Voorburg. Het alternatief vanwege de coronamaatregelen omdat niemand binnen kan spelen. En nu hebben ze dat plein ingericht als groot terras. En kunnen we dus hier van muziek genieten. Dat gaan ze elk weekend doen. All of you, why not play?
I never used.